Vandaag is de Tisfon C10S binnengekomen. Hij komt in een redelijk simpele doos van karton. Tisfon heeft redelijk wat desken modellen. Nou, zoals vandaag de C10S. Als we de doos openmaken, dan zien we eigenlijk net als de doos zelf, er zit niet heel veel in. Kijk, een handleiding, wat eigenlijk gewoon een riertje is. Een power cable, 12 volt met mini USB. Een USB stick waar je eventueel een micro SD kaartje in kunt doen om vervolgens uit te lezen op de PC. En de camera zelf in bubbeltjes plastic. Nou, de camera zelf is een redelijk aanwezige unit, redelijk groot. Als we dan de camera van dichtbij bekijken, dan zien we eigenlijk aan de zijkant een aan-uitknop, een resetknop, AV-out en eventueel voor de GPS. Dan hebben we de menuknop. Dit is om te switchen tussen de verschillende modus, dus camera, video of playback of het weergeven van de bestanden die zijn opgenomen. En de event button, op het moment dat er een situatie voor doet. De micro SD kaart. We hebben een record en tevens pijltje omhoog knop. En een microfoon en tevens pijltje omlaag knop. En uiteraard om de camera van stroom te voorzien, hebben we hier de mini USB aansluiting. Nou, hij komt zo tegen het glas aan te zitten en de camera die is 360 graden draaibaar. Het kan handig zijn als je in de auto zit en je wilt toch even een situatie van opzij laten zien zonder dat de camera helemaal van positie hoeft te veranderen. Maar goed, we gaan in de praktijk merken hoe we dat gaan ervaren. Dan gaan we hem aanzetten. Wat trouwens ook nog even goed is om te weten, is dat de camera ook heel makkelijk van de voorruit te verwijderen is. Als hij vast zit, gaat hij natuurlijk wat soepeler. Maar in principe zit de camera hier aan vast, op de voorruit. En schuif je hem terug erin en klikt zich vast. En dit zit redelijk stevig vast. Nou, als we hem aanzetten, dan zien we direct dat we met deze menuknop kun je switchen tussen twee menus. Nou, laten we beginnen bij de eerste. Pijltje omlaag. Deze om te bevestigen, dit is het menu. Resolutie. Nou, dan is de hoogste resolutie die we kunnen kiezen voor HD. Die kiezen we dan ook. Loop recording. Zetten we even 3 minuten. Dan hebben we WDR, dat is de om donkere, een soort van HDR functie, alleen dan voor video. Nou, daar zetten we op aan. De witbalans, die zou je eventueel handmatig kunnen aanpassen. Nou, laten wij gewoon even op standaard fabrieksysteem 0 staan. Dan hebben we de motion detection. Die staat uit, die laten we ook even uit. In principe is dit ook de parkeermodus, alleen vereist deze camera wel dat op het moment dat de motion detection als parkeermodus wordt gebruikt, ook stroom aangesloten zit. En tevens wordt er geen combinatie gemaakt met de loop recording. Dat betekent als de SD-kaart vol zit, dat er dan niet meer wordt opgenomen. Dus je zal hem handmatig moeten leegmaken nadat de kaart vol is. Audio.
Nou, die laten we ook aanstaan. Datum in beeld. Is goed. Hier zien we de optie voor GPS. Nou, het heeft nu niet zoveel zin aangezien we geen GPS-module bijgeleverd is standaard. Dat is optioneel. Dan hebben we de G-sensor. Nou, die laat ik eigenlijk gewoon off staan. Want hij neemt toch wel op het moment dat ik rijd. Timelapse heeft nog wel de functie om een timelapse beeld te maken als je langer een stuk gaat rijden of iets dergelijks. Dan kan dat leuk zijn. Nou. Als we naar het tweede menu gaan, dan drukken we nog een keer op de menuknop. Dan hebben we de keuze voor datum tijd in te vullen. De tijdzone, nou, daar zijn. De auto power off functie, nou, die laat ik even uit voor het gemak voor testen. De beep sound, nou, laten we hem even aan. De taal. Voor ons laten we nu even op Engels staan, dat lijkt me het makkelijkst. TV-modus. De frequentie van het beeld. Nou, laten we gewoon op 50 Hz staan. Screensaver. Hij zal dan op een gegeven moment uitgaan, het beeld. Nou, laten we even op uit. En het formateren van de SD-kaart. Nou, als er een SD-kaart in, dan kan dat ook. Die zit er op dit moment niet in, dus even cancel. Het restoren van default settings. Even cancel. Nou, in ieder geval een kenteken of iets dergelijks. Oh, hij heeft een optie voor. Volgens mij is het voor op het moment dat je bijvoorbeeld groot licht hebt draaien, terwijl dat ja, niet de bedoeling is. En de versie van de software. Nou, dit was het menu. Van de Tisfong C10S. Laten we nu in de auto gaan testen.